De rijke Henk-Jan en Linda wonen in Spanje en hebben een grote villa in Marbella. Het gezin van Noemi kijkt dan ook hun ogen uit bij hun aankomst in Spanje. Hun luxe verblijf heeft naast twee zwembaden, de vele kamers en het prachtige weer, ook nog andere voordelen. Het gezin mag namelijk €1800 uitgeven en dat is een groot contrast met wat zij in Nederland uit te geven hebben. Noemi komt uit een heftige periode als gedupeerde in de toeslagenaffaire. Daarnaast hebben de geldzorgen ook nog voor een breuk in haar relatie gezorgd waardoor ze er nu alleen voor staat. Henk, Jan en Linda ruilen hun luxe leven daarentegen om voor een kleine besteding van €80 per week. Ook ruilen ze hun villa om voor een kleinere woning in Heerhugowaard. Wat de koppel echter het meeste opviel was dat de keuken niet af is in het huis en er dus ook geen stromend water is. Noemi en haar vier dochters deden de afwas dan ook altijd in de badkamer, omdat er geen geld was voor het afmaken van de keuken. Hier besloten Henk, Jan en Linda verandering in te brengen en gaven Noemi en haar gezin een keukencadeau. Noemi kon haar ogen niet geloven bij thuiskomst. "Dit had ik niet verwacht," zegt ze geëmotioneerd. "Wat een pracht mensen zeg," zegt Noemi over Henk, Jan en Linda. "Ze hebben zoveel stress van me afgenomen," voegt ze toe. Niet alleen Noemi moest een traantje laten, maar ook de kijkers zijn geraakt. Op Twitter schrijft iemand, wat een ontzettend lieve en warme actie dat ze een nieuwe keuken voor het gezin kopen. Een ander schrijft weer, hou op, ik zit te janken en wat ongelooflijk lief om een nieuwe keuken te kopen. Ik word er ook gewoon emo van.